Wanneer het 's avonds windstil is en de zon net dreigt onder te gaan, is het tijd om op grote koolvis te gaan. Het is goed om te weten dat de grotere koolvis zich in kleine schooltjes ophoudt. Je treft ze aan in diep water, het kan er wel 100 meter of meer diep zijn. De koolvis zelf zwemt ergens op half water. Hier zie je op de dieptemeter op 30, 40 meter zo'n schooltje verschijnen. Zet dan maar meteen aas overboord. De mooiste sport heb je wanneer je gebruik maakt van een spinstok. Laat ik zeggen 20 tot 60 gram en een redelijk soepele actie. Omdat koolvis zo'n enorm sterke vis is en je met redelijk dundradige haken vist, is het om uitscheuren van de haak te voorkomen zinvol hier niet met gevlochten lijn te vissen, maar de rek van 30/100ste monofiel optimaal te benutten. Ik ben niet blij dat ik neem een minder op hem. Ja? Ja. Dat is het gekje, hè? Met een goed afgestelde slip gaat het prima lukken de enorme krachtpatsers binnen te vissen. Even aan boord voor de foto. Heel mooi. Laat je aas tot onder de gesignaleerde vis zakken en draai met redelijke snelheid weer binnen. Speedjiggen. Op enig moment zul je het idee hebben dat je een vuilniszak hebt gehaakt. Twijfel niet, het is koolvis. De vis heeft heel even nodig om zich te realiseren dat er iets niet pluis is en zal binnen de kortste tijd een spurt naar de diepte inzetten. Hier wordt de slip van je molen getest. 30, 40, 50 meter lijn wordt er in no time van de spoel gesleurd. Wanneer de vis op zo'n 70 tot 80 meter diepte is gekomen, zal de waterdruk een rol gaan spelen en de vis beletten nog verder de diepte in te vluchten. Nou,
En dan is de visser aan de beurt en kan hij de vis beetje bij beetje naar boven drillen en rekening mee houden dat de koolvis nog wel een keer een run naar beneden zal maken. Tot 70 meter is hij om niet geweest. Ik zal niet even laten kijken. Op 70 meter is er nu op 40 meter neer. Niet zo verhaasten en maak gebruik van de rek van de nylon en de souplesse van de hengel. Uiteindelijk zal de moe gestreden koolvis zich gewonnen geven. Aanhoud, nu, hè? Heb je het gevuld en je tweede oetrukje kunnen hebben? Ja. Een keer werken kan geen kwaad, ook niet voor dich. Dat dreigt niet te werken. Ja, dat is ook wat. Heel licht gekleurd. Jo, wat is de pilk er nog? Dat is ons pilkertje. De beste resultaten heb ik geboekt met een zilverblauw pilkertje van 60 gram. De enige keer overigens dat een andere kleur dan rood, oranje, geel beter scoort. Keer op keer zul je versteld staan van de enorme krachtsexplosies welke de koolvissen van tussen de 60 en 90 centimeter kunnen ontplooien.
Ja. Op de dieptemeter is de drill van de gehaakte koolvis goed te volgen.